Bij mij zit Jo de Roo in de studio. Zometeen worden er hoorzittingen georganiseerd rond het inschrijvingsrecht. Dat is technische materie, dus laten we één stap voor stap alles overlopen. Wat moeten ouders doen als ze hun kind willen inschrijven? Wel, het zal afhangen van welk type school waar je naartoe gaat. Als het een school is waar nog heel veel capaciteit over is, dan is het volgend jaar eigenlijk zoals nu. Je gaat naar de school op de dag dat de inschrijving begint. Je schrijft jouw kind in, die school kan niet weigeren. Ja, maar ouders weten vaak niet of een school met een capaciteitstekort zit, ja of nee. Dus ouders die zich hun kind willen inschrijven, die schrijven zich gewoon in? Ja, maar de gemeentes waar er wachtrijen, waar er kampeerders waren vorig jaar, die zijn algemeen gekend. Ouders zijn daar al heel sterk mee bezig. En vooral in die gebieden gaat het volgend jaar voor ouders veel beter gaan. Dat zijn de gebieden waar scholen die nu nog niet digitaal aanmelden, vanaf volgend jaar verplicht gaan aanmelden, als ze willen kunnen weigeren. Als ze dus het gevaar lopen dat er te weinig plaats gaat zijn. En dat gaat elektronisch gebeuren. Dat gaat via het systeem zijn dat gemeentes gaan aankondigen, dat waar scholen informatie gaan overgeven. En dus ouders moeten zich dan aanmelden? Of? Ja, of vanaf een bepaald moment beginnen de aanmeldingen. Het is heel belangrijk om te zeggen, je moet niet achter jouw computer zitten om af te wachten tot 8 uur van die ochtend, want chronologie speelt dan geen rol meer. Maar je vult gewoon de gegevens in van jouw kind, van jouzelf. En dan maak je een keuze. Hè. Een top 3, een top 8? Ja, dat hangt een beetje af van hoeveel scholen er in jouw gemeente zijn. Hè. Stel je voor, je wilt per se een katholieke school of per se een GO-school. En er zijn er 3 van elk in de gemeente. Ja, dan duid je school 1, school 2, school 3 aan. En je stuurt het digitaal het formulier door. Maar kan een ouder wiens kind naar een katholieke school wil gaan, kan die terechtkomen in een go-school? Nee, je kan alleen maar een ticket krijgen na aanmelding in een school die je zelf gekozen hebt. Dat kan misschien jouw tweede keuze zijn of jouw derde keuze, maar wat absoluut niet is, en dat is nu ook niet het geval, dat is dat de overheid jou een school gaat toewijzen die je niet zelf gekozen hebt. Dus dat broodje-aap-verhaal, dat wil ik er echt wel vandaag benadrukken, dat is zelfs niet aan de orde. Maar hoe groot is de kans dat het kind op de keuze nummer 1 terechtkomt? Wel, ik kan mijn eigen stad, Vilvoorde, waar we voor dit schooljaar, vorig jaar, het eerst aangemeld hebben elektronisch. Hè. Wij deden dat al, we hadden zelf initiatief genomen. En 91% van de ouders hebben een eerste keuzeschool gekregen en nog eens 5% een tweede keuzeschool. We zitten dus in eerste en tweede keuze op een percentage van boven de 95%. In de rest van Vlaanderen waar men al aanmeldt, liggen die percentages soms lager, soms iets hoger. Maar dat geeft toch al aan dat heel veel ouders in het basisonderwijs, en dat is de langste traditie die we hebben, heel veel geluk mag ik niet zeggen, want er is ook op ingespeeld om extra capaciteit te bouwen, maar dat mensen dus vaak in die eerste of tweede keuzeschool terecht konden. Ja. U zei het daarnet al, hè? Chronologie is niet meer van telt. Wie eerst maalt, eerst komt. Dat principe wordt overboord gegooid. Kampeertoestanden zijn hierbij nu uitgesloten? Ja, eigenlijk wel. De verantwoordelijkheid om te kiezen, ga ik digitaal of ga ik gewoon inschrijven zoals vroeger, ligt bij het schoolbestuur. Zegt een schoolbestuur, kijk, wij hebben een school in een gemeente of in een buurt waar er absoluut geen probleem is, dan kan men gewoon verder doen als men nu bezig is. Dat betekent dat ouders naar de school gaan zich inschrijven. Als schooldirecties of ganse gemeentes vrezen dat er gaat moeten geweigerd worden, dat er een capaciteitstekort is, ja, dan stappen ze in het digitale systeem en dan heeft de chronologie geen tel meer. Je hebt 3 weken, 4 weken de tijd om jou aan te melden. Nadien doet de computer zijn werk en krijg je een ticket voor jouw eerste, tweede keuzeschool. Maar het zou kunnen zijn dat je bijvoorbeeld een bericht krijgt dat je geen school gevonden hebt. Als je bijvoorbeeld maar 1 school aangeduid hebt en iedereen wil per se in die school gaan, dan is die kans reëel. U zegt het duidelijk, de computer kiest. Hè? Dus eigenlijk wordt er niet meer gekeken naar de naam van het kind of de afkomst van het kind. Het is, zegt u eigenlijk met andere woorden, heel willekeurig, die keuze. Willekeurig klinkt in de mensen hun hoofd van oei, maar gaat het onwillekeurig eigenlijk. Hè. Taalkundig is willekeurig hier beter bedoeld. Maar effectief, op vlak van jouw achternaam, jouw straat waar je woont, of dat je nu in een rijke buurt woont of in een arme buurt, dat kan niet meespelen op het moment dat je je digitaal aanmeldt. Dus zegt u dat de sociale mix wordt gegarandeerd? Wel, het is van de indieners in ieder geval, van mevrouw Helzen, meneer Van Dijk en van mezelf. We zijn er vast van overtuigd dat hoe meer er digitaal aangemeld wordt, hoe minder discriminatie op het zicht of op
de weigeringen die we kennen waar mensen ontmoedigd worden. Want platte weigeringen, racistische weigeringen op zich in onderwijs komen weinig voor. Maar wat je nog wel vaak had, was dat we van ouders verhalen kregen dat men zei van ja, maar denk er toch nog een keer over na. We zijn een moeilijke school, we zijn een dure school. Gaat dat kind hier wel gelukkig zijn? Dat soort verhalen. Mensen kiezen nu zelf. En het kind wordt nadien ingeschreven in de school van aanmelding. Want de kritiek is nu ook, nu kunnen scholen die dat willen 20% reserveren voor kansengroepen, maar dat is vrije keuze. En dat betekent dat misschien ook wel de kans op elitescholen daarmee groter wordt. Wel, de 20% komt specifiek in het stuk van ons decreet voor het secundair onderwijs. We hebben daar de dubbele contingentering, het opdelen van de kinderen die zich aanmelden in twee groepen, kansengroep, minder kansengroep, hebben we verlaten en hebben we een stuk vrijheid gegeven omdat we zagen in Vlaanderen dat er op verschillende plaatsen verschillende issues kunnen zijn. Jij kan bijvoorbeeld directeur zijn van een school, een technische school, en je vindt dat er veel meer meisjes zouden moeten komen, dat de meisjes een ondervertegenwoordigde groep zijn. Wel, dan zou je van die 20%, dat is een maximum trouwens, voorrang kunnen gebruikmaken om, als er 200 kandidaten zijn voor 100 plaatsen, om in ieder geval 20 plaatsen op voorhand voor te behouden voor meisjes. Zijn er meer meisjes, dan gaan die mee in de pot met de jongens en dan heeft nadien iedereen terug dezelfde kansen. Gaat dat over kansrijk of kansarm, dan kan je er ook voor kiezen. Een kansarme school kan heel bewust kiezen in het secundair onderwijs om te zeggen, we zouden graag wat kansrijke instroom hebben. We weten uit onderzoek dat als een kansarm kind bevriend raakt, kennis heeft met een meisje of een jongen uit een kansrijk gezin, dat dat veel betekent, dat ze erop vooruit gaan. Dus als je dat soort mix wilt gaan bevoordelen, ja, dan kan je van die paragraaf in het decreet gebruik maken. Dat kan op schoolniveau, dat kan op gemeenteniveau of op het gebied, het lokaal overlegplatformgebied, zoals we dat dan in het decreet noemen. Oké. Er zijn ook nog verschillen tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Waar zitten die precies? Wel, een belangrijk verschil is, voor het secundair onderwijs hebben we, een decreet is altijd een compromis. Mijn partij wou eigenlijk een inschrijvingsdatum en een aanmeldingsdatum voor basis en secundair, die gelijklopend is voor alle scholen, van de Pannen tot in Lommel. We hebben dat alleen maar in het decreet ingeschreven voor het secundair onderwijs. En waarom is dat voor secundair onderwijs al een heel grote stap, dat dat allemaal dezelfde datum is? Omdat in secundair onderwijs zijn er heel veel kinderen die niet in hun gemeente naar school gaan. Dat kan te maken hebben dat je in een gemeente woont waar er geen secundair onderwijs is. Er zijn nog heel veel gemeentes zonder secundair onderwijs. Maar in het secundair onderwijs kies je ook soms heel specifiek landbouwtechnieken, dierkunde, een bepaalde stemrichting, luchtvaarttechnieken. Dat wordt niet in elke gemeente gegeven. Ja, en dan is het toch wel handig om te weten, in gans Vlaanderen wordt er op dezelfde datum ingeschreven. Dus in alle scholen waar ik eventueel mij wil aanmelden, is het op hetzelfde moment. Wat er spijtig genoeg nog niet zal zijn, dat is dat je in eendert welke gemeente in Vlaanderen inlogt en dat dan alle scholen van Vlaanderen in hetzelfde systeem zitten. Het is nog geen uniform kader. Nee. Het is nog geen centraal aanmeldingsregister voor gans Vlaanderen. Ja. We hadden dat graag gehad, maar de administratie en de minister hebben ons daarvan gezegd dat het te vroeg is, technisch, om dat te doen. En we willen nu ook geen chaos creëren, vandaar dat we deze tussenstap nemen. Ja. Laatste vraag nog heel kort. Als ik het goed heb, wordt het misschien volgende week dinsdag goedgekeurd. Wat betekent dat naar de toekomst en wanneer zou dan eventueel dit inschrijvingsrecht in voege treden? Wel, in de hoorzittingen gaan er ongetwijfeld vragen komen om stukken van het decreet nog niet laten in te gaan het volgende schooljaar. We hebben daar allemaal de mails en de brieven al voor gekregen. We gaan daar naar luisteren. Er zijn ook heel veel mensen en veel organisaties die al bezig zijn op het terrein om zich voor te bereiden om dit te gaan doen. Mensen die zeggen van kijk, kamperen de ouders voor onze deur, dat willen we echt niet meer. Dus als dat decreet er komt, liever vandaag dan morgen, dan gaan we ons organiseren. Maar we willen er ook rekening mee houden, dat is denk ik de intentie van alle parlementsleden hier, om toch geen chaos te veroorzaken en rekening te houden met de data en met eventueel een stukje van het decreet als een overgangsjaar te beschouwen en het dan volledig volgend jaar laten integreren. Oké, dankjewel Jo de Roo. En blijf nog even zitten, zo meteen praat ik voort met Caroline Genet van SPA. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.